Erik van der Velde die stelt dus grond beschikbaar. Hij zegt, ik ploeg me normaal al die 20 centimeter. Ik zeg, die arme paardjes kunnen dat niet maken. We doen het naar 17 centimeter. Ja? Duidelijk? Nog vragen? Geen vragen? Naar rechts. Of wie? We gaan rechtsom. Op Ina dus. Ja, op Ina, ja. Maar daar ligt er één voor hoor. Dan kun je zo verder inbouwen. Oh, dan lopen we jou in. Ja. Jan heeft de nummers in de envelop. Is dat klaar? Dan moet je een nummertje trekken. En dan kun je het nummertje kun je hier sturen met een paar toireepjes. Ja, ik wens iedereen succes. Ik wacht dat de jury er is. Verder kwam we niet. Stappen. Stop. Stop. Go, friend. Get up. Stop. Yeah. Good.
Hey, de diepte goed. Nou, ik zal het KPS in weer aanzetten. Automatische diepregeling hier maar. Als je zo iets zo hoort, dan giet dit allemaal een beetje die kant op. Ja? Denk ik, zo met de trekker ook. Als je met een bochel hebt, dan stuur je niet zo, maar stuur je deze kant op. Ja? Ja. Dit is ook weer 7 centimeter dieper gaan. Dit is voor de eerste keer met een 7 centimeter. Zo'n graaf. Goed. Even zwaaien. Hij giet in de deur dat ik er niet meer aan was. Ik moet naar Herman. Poest er niet opzetten, want dan geeft de boel kapot. Ik kom nu om de preekappen te bespreken van man. Ja, zeker. Die merkt dat heel moeilijk van jou. Ja. Ja, het moet weer gebeuren. Ja. Zo lopen. Nu ben ik weer als jury, dus weer vertegenwoordigd hier om de ploegwedstrijd te beoordelen. En dan gaat het om een aantal punten. Het belangrijkste gaat in eerste instantie om de open voor. Dat betekent de voor open maken. Dus de eerste keer er langs gaan en rummen dat
ruimte komt om de tweede voordeur in te ploegen, dan is het lastig om die stappen, die mijstappen, die in dit geval dit is heel rond te brengen. Dat zien we ook op enkele voren, maar dat is er niet helemaal goed onderkomt. Dan moet ze binnen 5 rondgang de goede diepte hebben bereikt. Dan hebben ze vandaag vastgesteld op 17 centimeter. Dan mag een centimeter afwijken om en op de boom. Dan giet er hem of de voor recht is. De goede aansluiting tussen de voren moet maken. Groen eronder is in dit geval niet zo belangrijk omdat het allemaal veel bewerkte grond is. Dus daar zitten we dit jaar niet zo erg mee. Dan is het gietdrummen dat de voor goed schoon is onderin. Er mag geen resten van maïsstoppels liggen in de voren voordat de andere voor dubbelploeg wordt. Dan is het nog belangrijk dat de ploeg er op tijd ingezet wordt en aan het einde op tijd uithaald wordt. En uiteindelijk maken we een beoordeling over de eindvoor. En of het hele perceeltje wat ze met ploegen egaal aan elkaar aansluit. En dan gaan we hier vandaag weer op beoordelen. Je hebt er prachtig weer bij. Vanmorgen ligt het een beetje nat. Maar het is misschien weer, de grond is wel een beetje aan de zware kant, moet ik zeggen, wel een beetje nattig, maar het giet goed komt. Bedankt Jan. Nou, mooi. Succes ermee. Ik verbaas me over deze ploeg. De ene wiel loopt in de voor, de andere wiel loopt de boom op. Bij de ander ziet dat allemaal niet. Er is helemaal een soort vreempje zitten vooraan waar de ploegboom doorheen loopt. Ik vind dat wel bijzonder. En dan is het natuurlijk heel mooi met twee van die Belgische paarden ervoor. Dat is natuurlijk helemaal super mooi. Markie, om. Kop. Vooruit. Hier. Kom op. Vooruit. Brikje. Dat denk ik misschien. Ja, precies. Ja, ik viel me niet aan. Ja. Doe, stap in. Goed, braaf. Vooruit. Goed, kom maar. Voor
Nu hebben ze opgeploegd. Eerst een middenvoort eruit en toen weer opgeploegd. En dan gaan ze een keer of 3, 4, 5 rond. En dan is de bedoeling, dan gaan ze naar het volgende stukje van de collega's. Die is verder opgeploegd. Die hebben ook een 7, 8 voor in de liggen. En dan gaan ze naar die voor. En dan van de buurman en van de eigen, dan gaan ze weer terug. Dus het is nu een kwestie van gewoon afploegen. En dan het bedoelen dat ze straks een mooie rechte voor in het midden krijgen. Qua diepte, qua schoonheid, wat op beoordeeld. Hij gaat hier nu straks weer langs. Dadema en Ramter is daar. Die gaan nu straks hier weer in. Tenminste, of ze moet dan een keer rondgaan, maar dat is de bedoeling. Zo, dan hebben we een kleine opmaak gehad. Ja, dat is beter, ja. Maar je zegt niet. Nee, we zijn niet mooi. Ja, wat ja. Stappen. Ja. Maar, wees, wil je hem eraf lossen hebben of wil je dit doen? Ja, we gaan hem eraf lossen. We gaan hem eraf lossen. Of wil je dit doen? Blijf hier staan. Ja, ik blijf maar. Ja, dat kan wel. Nou, ja, vooruit. Vooruit, ja. Rietje, hey. Ja, vooruit. Rechtdoor. Rechtdoor. Kom.
Hou! Het is 2 naar 5 voor 3. Ja, kom, plak. Doen. Ja. Ik wil het hier van de zomer doen. Zweet. Ja. Nou, probeer het maar, Sylvie. Twa met je. Ja, zo wordt de sok aan het wat trek. Hij net met een zeng. Ja. Je moet niet zo. Ja. Kom Sylvie, kom met je. Kom met je. Of privacy, hè? Vlak, zie ik alles. Minder hier, maar. Ja, minder hier dan boven. Hier is ook hier niet. Nee, ik ga dan keer. Ik ben hier niet zo goed. Turin? Ah, het is, dit jaar is het echt een moeilijke situatie. Ja. Het is, je kunt zien dat, dat eigenlijk de ploegers dat elk jaar veel meer dat veel beter wordt. En, dit is natuurlijk ook een mooie grond. Maar het is echt heel veel ploegers die op dezelfde lijn zitten en een goede ploeger is op de uitmaakt. Ja, echt super. Het wordt Vizurin en de winnaar wordt straks. Ik denk Vizurin is moeilijk en dat de winnaars dicht bij elkaar zitten met de zevens. Zeker weten. Recht, ja. En dan trek op. Kom. Ja, je wacht. Kom voor.
Doorstappen. Doorstappen. Doe maar. Hé, maar straks moet hem wel. Je hebt dit wel mooi recht, maar je moet straks ook nog verder. Want nu heeft hij door dat ijzer nog weer staan in de grond, maar straks niet meer. En dan moet je zorgen dat hij hem recht holt. De ploegen worden hem eenmaal gestuurd. Stappen. Ja. Vooruit. Oh ja, kreeg ook en nog dit volgende mij daar. Ja, maar speer is ook niet, hè. Nee. Waar staat een pyjama ook, hè? Dan heb je daar nog zo'n stukje over, hè? Zo. En hey, dat stukje daar was? Ja. Is het? En dan hoor je hoe ver die olie komt. Wacht, ik ben er nog aan. Nee, maar nu. Ja, nu. Ga je dan. Plus. Een stukje erop. Ja. En dan moet je wel los nu langs. Ja, voor wat stap. Oh, ja, voor wat. Voor wat. Dat doen we wel mooi later op de bloem, man. Voor wat. Oh, is het? Is het dieper? Oh, is het dieper? Oh, ik kan me nog wel in. Weer ook wat daar. Mijn stoel die hem gaat. Dat ging niet ver, je had al de mannen vroeg wel op. Kom maar. Rij op.
Die ketting is eraf. Een winnaar gezien? Ja, ja, een hoop eerstes, hè. Heel hoop eerstes. En dat gaan we niet mooi over elkaar. Ja. Dat valt me niet mee. Ik denk dat de allemaal heeft zijn goede kwaliteit, hoor. Dat vind ik nog niet. Ja. Je moet van begin tot einde beoordelen. Ja. Maar je ziet de jury, hè. 35. Dat giet de derde, hè. Ja. Ja, dat ja. Klopt. En dan gaan we naar 240. En dat is een hele slump. Ja. Maar dan nou gaan de gouden is van 247 de hoogste naar 215 en de leegste. Ja. Ja. Dat valt nog best. Maar ik denk dat er weer hoor, goed bij elkaar ja. Zit met de zevens. Ja. Ja. Dus ik bedoel dit is met de plekken. Dus, de jury is eensgezind. De jury is wel eensgezind. Ja, echt. Ja. Dat is echt eensgezind. Ja, ja, dat komt wel weer mooi uit. Die geeft de categorie soms wat iets wat hoger, maar de gemiddelde de eerste, is wel de eerste van alle drie. Ja, dus ja. Ik ben mee ook 1, 2 en 3 hebben precies net zo. Ja. Dat is wel, de ene zit wat cijfers wat hoger in de ranking, maar wel in dezelfde volgorde. Kom in dezelfde volgorde, kom hier. 215 en dan nou... Er zijn een paar die met de peer nog weer inspannen. Oh, ja, die ja. Hey jongens, even een applaus, de jury komt binnen. Hey, 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 hey. Jury, kom maar in met. Kom maar in met. Heel verstandig. Papier is wel aan de hand. Ja, dat ben je ook. Wat braaf. Hey, heb je daar? Ja, Jan, doe ik dan. Wil je het wel horen, denk ik, hè? Absoluut. Oh, dat komt mooi, hè. Papier iemand naast? Ja. Maar Julia, dat is wel zwaar, of niet? Ja, dat is moeilijk. Ja, je bent toch zo lang aan bezig met kieken. Ja, We hebben geploegd en de jury is het unaniem eens met elkaar. Ja. Het was zwaar. Er was twee stonden op de eerste prijs. Ik werd erbij geroepen. En ik zeg, wat moeten we ermee? Ik zeg, nou, we kunnen zo ogen laten ploegen. Maar ja, omdat we allemaal zo gezellig zitten hier. Ik zeg, nou, je moet nog maar een keer weer ogen gaan. Tos. En ze hebben de euro gehoord en die is goed gevallen. Dus in ieder geval wil ik de jury bedanken. Voor de medewerking. Wint mij zeg maar, je bent nog niet weg. Nee. Ik hoop maar heel even voor alsjeblieft. Ja, mooi, dankjewel. We hebben net ook veel die chief hier. Ook bedankt, hè? Sorry, ook bedankt. Ja, hartstikke goed. En is er voor elke deelnemer. Dankjewel. Elke deelnemer is een zak wortels. Die wordt beschikbaar gesteld door Wortelboertje. Wortelboertje heeft op het moment nog geen wortel. Maar hij is bezig, maar je kunt ze in ieder geval komen bij Boma. Dat wil ik in mededeel, maar goed. En ik heb elke deelnemer een droge worst. Die kun je samen delen. Die moet je maar inpakken. En ik wens iedereen, de jury mag de uitslag doen. En daarna is de voorzitter aan het woord. Oké. Okay. Nou. Ja, dat is ook gebeurd. Nou, allereerst moet ik jullie toch wel allemaal even de complimenten geven. Want ik doe dat nu al een paar jaar, denk ik. Ik weet niet hoe lang ik ben, dat ben ik zo wel meer kwijt. Maar ik vind dat jullie qua ploegen allemaal toch best wel een aardig stukje ploegwerk weggeven. Jullie hebben allemaal in de gaten, zo langzamerhand, hoe je ploeg een beetje af moet stellen. En wordt een beetje bedreigd om het inzetten van de ploeg en het begin voor te maken. Als je vergelijkt met 5, 6 jaar terug, dan denk ik toch dat het al een aardig stukje vooruitgang geboekt hebt. Dat neemt niet weg dat het vooral steeds moeilijker wordt om de verschillen te maken.
Want het is allemaal, nou ja, in de zomerrenking kun je ook maar zien dat het toch allemaal redelijk goed in de zanden staat erbij ligt. Maar wie heeft de verschillen gemaakt? En de prijs nu nog hem. Zeg, onderaan begonnen is wel een beetje lastig misschien, maar het is misschien wel het makkelijkste. Hoe ben je de spanning opgevoerd? Ja, 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 ja. Op de laatste plaats is met 215,5 punt geëindigd nummer 2. Tigelaar was dat gewoon. Tigelaar! Ah. Een fireman, ah. Dat geeft meer energie. Ja. Maar dat was nieuw in de ronde. Ja, dat is heel belangrijk. Een beetje fireman hier. Dan is met 223 punten de broer Lofs. Ja, dat was de winnaar van Willem, joh. Ja! Ja, je hebt het maar zeggen, je hebt het niet helemaal gezien. Ja, maar dat is wel de jury, ja? Ja, dezelfde jury. Ja, dan komen we op. Eigenlijk twee achterplekken. Allebei met 231 punten. Dat is. De voorzitter, Henk Beniers. Nee, nee, de voorzitter. Oh ja, je bent gewoon. Je bent gewoon een borst te krijgen. En Kerk. Dan gaan we naar de. Ja, dat zal er wel in. Dat denk ik niet helemaal goed uit, maar dat zal wel de zesde plek mee. Met 233 punten naar Kostes. Ja. Met 238 punten op de Lennerts. Dank je wel. Dank je wel. Die moet je altijd hoog doen. Ja. Als je wordt niet even, en met 239 punten, en volgens mij zitten we er iets verschil in, maar in ieder geval Henk Prengers die dan met 239,5. Zo, kijk zo! Yeah. Oh. Ja, daar hadden we een bedreigd met mannen, maar goed. Wie bent nu aan de derde plek toe? Van mij wel, hè? Ja. Oké. Trommelgeroffel! Op de derde plek, geëindigd. Slumper aanmaker! Ja, nog iets aan de eerste en de tweede plek. En wie hebt gezegd, ook wel een beetje onder druk van Henk Beniers eigenlijk, van voor de eerste plek geef die twee vriendkrijgers weg. Voor Van der Amt, voor de Elkbert Wils, voor de komkommertijd. Maar zover hebben we nog niet, want op de tweede plek geëindigd met 245 punten, Datema. En op de eerste plek, ja. Met 247,5 punt, Zeg het nou jongen! Beniers! Maar goed, de mogelijkheid is hem vanavond met het toneel aan te schikken. Dus, ja, ik weet niet wie al met wil nemen, maar voor 2 maanden is er in ieder geval een plaatsje genomen. Daar overleg ik me in. Ja? Nou, applaus voor de winnaar nog! Ik heb nog een kleine mededeling. We hebben een goede vaderstal. Die is van de mannenvereniging in Hart. Is druk mee geoefend. En de mannenvereniging die wil hem, ja, is wel met gewerkt vandaag. Maar we willen hem eigenlijk verkopen, ook besloten. En mij is de heer om bij opbod te verkopen. En we begonnen met 5 euro. Wie biedt er meer dan 5 euro? Wie? Voor die mooie goede vader hier. Wie biedt er meer dan 5 euro? 10 euro gewoon. Wie biedt er meer dan 10 euro? Eenmaal andermaal. Ik doe de bal in de bus. Kom op, jongen. Wie biedt meer dan 10 euro? Ik mag ook maar bieden. Wie biedt er meer dan 10 euro? Eenmaal andermaal. 15 euro geboren. 15 euro geboren. 15 euro geboren. Wie biedt er meer dan 15 euro?
Eenmaal aan de maal, de tweede malen. Wie biedt er meer dan 15 euro? 17,5 is geboren. 17,5 is geboren. Wie biedt meer dan 17,5? Zet maar naar de jury. Wie biedt er 20 euro? Wie biedt er 20 euro? Eenmaal aan de maal, de tweede malen. Ja! Ja! Nou is die van mij. 20 euro is geboren. 20 euro is geboren. Wie biedt er meer dan 20 euro? De eerste maal, de tweede maal. Wie biedt er meer dan 20 euro? De derde malen. Hallo! Hier iedereen zal een zonnetje gezegd, de winnaars. En volgens mij een terechte winnaar. Ik zie jullie ook bedankt. Maar één, nog even vergeten. Die jongens hebben vandaag allemaal weer geweldig voor elkaar gemaakt. Dat hebben we niet meer. En daarna is er een kleinigheidje voor de vrienden. Bedankt voor deze geweldige dag. Alsjeblieft. Dank je wel.